Show. Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramiek en ik neem je in deze show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van de beste tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. Vandaag is jouw tijd, dus let's get louder. Ja, een hele goede morgen, lieve jongens en meisjes, dames en heren. Wat fantastisch om jullie hier te zien. Het is vrijdag 4 maart. Wauw. Ik moet jullie iets bekennen. Ik ben nog steeds aan het nagenieten van een spectaculaire, bijzondere, magische Q&A training die ik gisteren gedaan heb met de Boucher LinkedIn. Ik kom niet eens aan de woorden met de Boucher LinkedIn Challenge deelnemers. Het was magisch, het was fantastisch. Het was echt... Het heeft me ontzettend geraakt. Ook de sharings gaan vandaag ook door. Als ik lees wat deelnemers eruit hebben gehaald uit gisteren. Dat verwarmt mijn hand. Dus dankjewel. Dankjewel alle geweldige aanwezigen die gisteren erbij waren. Het was echt in één woord fantastisch. Echt super. Kom ik straks ook over waarom ik vandaag heb gekozen voor de dag van dankbaarheid. Want zo voel ik me. Ik voel me de hele dag al ontzettend dankbaar. En die wil ik naar je uit. Daar wil ik iets bijzonders met je doen. Wellicht gaat het met je resoneren. Dus het wordt een bijzondere uitzending vandaag. Iets anders dan van je gewend bent. Maar weet je, that's how it goes. Ik heb je beloofd om alle facetten van het ondernemen met je door te nemen. En dit is het facet. Dit is het facet van dankbaarheid. Slowing down richting het weekend. Na een hele tijd, bijna meer dan een maand, samen keihard gewerkt te hebben. Anyways, kom maar gezellig bij als je erbij bent, want dankjewel ook voor de 67.810 downloads. Oh yeah, we hebben echt 67.810 downloads. En dat is celebration waard. En als je erbij komt, het is ook vandaag natuurlijk. Het is vrijdag, het blijft vrijdag, dus wat gaan we met ons ritueel van vrijdag? Jouw commitment van de week. Ja, jouw commitment van de week. Weet je nog wat je commitment was afgelopen maandag? Een hele goede morgen, Jolanda. Goed dat je erbij bent. Geweldig dat je er gisteren bij was, lieve Jolanda. Yes, de commitment van de week. Weet je nog wat je maandag zei dat je ging doen? Weet je nog dat je zei van, nou, ik ga een blog schrijven. Ik ga mijn ochtendpost beginnen. Ik ga mijn profiel veranderen, zoals Jolanda het heeft gezegd. Whatever it is, heb je dat belletje gepleegd? Heb je dat mailtje de deur uitgestuurd? Ben je gaan bloggen? Heb je iets veranderd? Wellicht was je gisteren bij de Q&A-sessie en dan heb je inzicht opgedaan. Ben je vandaag gaan implementeren? Er zijn zoveel mensen die zijn begonnen met hun ochtendpost. Ik ben echt trots op jullie, trots op iedere deelnemer die is begonnen met de ochtendpost. Want het is een hell of a job. Het ziet er makkelijker uit dan het is. Maar als je bent begonnen met je ochtendpost, zoals Manon, zoals Nathalie, dan weet ik dat jullie begonnen zijn. Anouk is al een tijdje mee bezig. Iedereen die begint met de ochtendpost. Guys, echt chapeau. Zo, laat me weten wat de commitment van jou is geweest afgelopen maandag. En heb je het gehaald? Fantastisch, gaan we samen celebraten. Heb je het niet gehaald? Geen enkel probleem. Dan gaan we kijken van hoe we er kunnen helpen. En daarnaast, je weet het, hier staat onder Boucher LinkedIn Challenge online programma. Mocht je denken van, hey, ik heb Boucher LinkedIn gemist. Ik zou heel graag het online programma willen hebben. No problem. Voor €97 is het tot en met aanstaande zondag is het beschikbaar. Via dailybusinessboost.nl. Go for it, want aanstaande zondag, avond 23:59, veranderen de prijs naar €397. Voorgoed, oké? Okay? Dit zijn de deals die ik op dit moment aan het geven ben. Goedemorgen, Facebook-user. Wie ben je? Laat me weten. Ank misschien. En Maaike, good morning. Dus laat me weten, wat is je commitment van de week geweest? Heb je commitment bereikt, ja of nee? Heb je doelen kunnen bereiken? Wat was je van plan? Heb je dat gedaan? Heb je het niet gedaan? Op welke manier ben je daadwerkelijk je commitment aangegaan, alright? Het is echt ontzettend belangrijk om je continu voor jezelf daadwerkelijk echt te gaan neerzetten. Want dat is echt ontzettend belangrijk in ondernemerschap. Even kijken, voordat ik het over het thema van vandaag ga hebben. Ik heb wat leuks voor je. Even kijken of ik die kan neerzetten. De quote van de dag. Set your life on fire. Seek those who fan your flames.
Dat is dus wat Rumi zegt. Set your life in fires and seek who those who fan your flames. Zo belangrijk. En ik zie hier, kijk of LinkedIn het nog gaat doen. Want LinkedIn is uitgegaan. Geen idee wat het is. Ik zeg, oké, remove LinkedIn. Let's see. Dan gaat hij remove worden. Er is iets gebeurd met LinkedIn wat niet doet. Dus mocht je via LinkedIn kijken, kom er gezellig bij. We gaan kijken of we erbij zijn. Yes. En Jolanda zegt, helaas niet gehaald, ik ben de laatste dagen zeer moe. Oké, Jolanda, wat denk je dat je nodig hebt? Want daar wil ik het vandaag over hebben. Nadat je zo lang keihard gewerkt hebt, nadat je heel veel hebt ingespannen. Laat me weten, by the way, wat je acties waren, dan kan ik je wellicht helpen. Vandaag wil ik het hebben over de kracht van dankbaarheid. Vandaag wil ik het hebben over de kracht van slowing down. Dit wordt een hele andere uitzending dan dat je van mij gewend bent. Ik zal je meenemen op welke manier ik aan het slow down ga. En vandaag begint het al richting het weekend. Want we hebben met z'n allen keihard gewerkt. Je kan niet continu de boog gespannen houden, zoals dat noemen. Je moet gaan leren om een aantal dingen te gaan doen. En een van de mooiste dingen om te doen, vind ik altijd zelf, is A, dankbaarheid vertonen, maar dan ook, je begint de dag om met een bepaalde meditatie. Een van mijn favoriete meditaties, Iris, wat goed dat je er bent. Ik ben tools aan het delen om dankbaar te zijn en meer gaan slow downen. Fantastisch dat je er bent, Iris. En een van mijn favoriete manieren om te gaan slow downen, om even stoom af te blazen, want we hebben met z'n allen keihard gewerkt. Er was iemand, volgens mij was het Nathalie, die zei, ja, ik moet nu gewoon gaan afkicken van 21 dagen keihard te gaan werken. Ik ga implementeren, you know. Buenos dias, mi amor. Lieve Chantal, wat geweldig dat je er bent. Ik zag namelijk de inzichten, er zijn zoveel mooie inzichten gedeeld. Misschien moet ik even een paar van je noemen van gisteren. Wellicht is dat handig om even een paar van je te noemen. Ik ga ze erbij pakken, want dan weet je waar we met z'n allen op dit moment zijn. Even kijken of ik hem kan delen. Hier Facebook. Kijk, dit waren de inzichten van gisteren. Ik zal hem even erbij pakken. Hoe de Q&A was gegaan. Handig als je weet. Kijk. Wat zegt Ank? Ank zegt, geweldig Q&A, Aramiek. Zeer interessant. Zelfs tot het einde van die 3 uur in slaap vallen was voor iedereen onmogelijk. Je hield ons behoorlijk bij de les. Marian zegt, super fijne Q&A. Aramiek, dank je wel. Goed om nog eens te horen dat er zoveel plaatsen op profiel zijn waarop je gratis producten kunt staan. En dat er 3 website mogelijkheden. Mijn grootste eye-opener is dat er een formaat voor de ochtendpost is die op alle 3 socials past. Scheelt me weer de helft van de tijd. En wat zegt Iris? Iris is online. Zegt, ja, wat fijn dat alle vragen beantwoord werden. Dankjewel, Aramiek. Het zorgt ervoor meer duidelijkheid en durf weer verder te gaan. Yes! En die hier, Nathalie, zegt, net de 21 plus dagen challenge zat er ook deze Q&A vol met info. Geen vraag was te veel voor Aramiek. Dank je voor al je input. Wat heb ik geleerd? 1. Alleen engagement met connectie, dat ook met jou doen. Ook bij mensen die alleen follow-up op hun profiel hebben staan, kun je persoonlijk bericht zetten. Oh, ook bij mensen die alleen follow op hun profiel staan, kan je gewoon persoonlijk bericht zetten. En nu afkicken van de meer dan 21 dagen challenge en doorgaan met implementatie. Absoluut. Maaike, die is online, die zegt, ja, mijn inzicht was dat je prima op hetzelfde bericht op verschillende platformen kunt reageren. Maak je reactie wel origineel. Ook dat je geduld moet hebben voordat je reactie interactie komt op je live van je doelgroep. En daar moet je naar vragen. Raymond zegt, ik vond deze Q&A waardevol en uniek, omdat er voor alle aanwezigen de mogelijkheid was om live alle vragen over LinkedIn aan Aramiek te stellen. De vragen werden on spot gedaan en toegelicht door live in de profielen te duiken. En Wim zegt, ja, het was weer een super toffe sessie. Ik ben weer super gemotiveerd. Aramiek, heb wat laten liggen, ga ik nu oppakken. En wat ik niet wist, is wel heel duidelijk geworden. Zo'n afsluiter Q&A was zeer leerzaam en interactief. Gabrielle zegt, ja, een waardevolle Q&A-sessie als afsluiting van de challenge. Even een eye-opener om minder op media te zitten. Ik heb altijd de neiging om meteen te antwoorden wanneer dat mogelijk is. Ik ga nu verder met het implementeren van de ochtendpost. Het follow-up system connecten. Dank je voor alles. En ik verheug me al op de 17e. Yes, Gabrielle, fantastisch dat je komt. Want ja, speciaal voor deze groep hebben we een implementatiedag ingepland op 17 maart. Je kan het en online volgen en thuis volgen en als eventuele opnames daarvan. En Ron zegt, wat een energie bij Aramiek en ook bij andere deelnemers. Goeie vragen, mooie antwoorden. Weet je, ik kan niet anders dan blij te worden hiervan, oké? En Maaike zegt, yes, ik heb mijn blog geschreven. Eerst opzetblog, zwembadbranche, training gevolgd. Nog niet mijn planning af, dus dat moet je gaan doen. En Sandra zegt, goedemorgen, mijn ochtendpost ingepland met inspiratie vandaag gestart. Stoom afblazen, zeker dit weekend, want het is hard nodig. Here you go.
Yeah, top dat je er was, Sandra. Echt. Ook al was je druk bezig, we hebben hier meegemaakt. Fantastisch dat je erbij was. En Jolan zegt, ja, de challenge was voor mij zwaar. Dit heeft veel van mijn lichaam genomen. Zal nu weer wat rust moeten nemen. Dit is wat het betekent om hartfalen te leven. Ik mag harder werken dan iemand anders. Of je mag harder gaan rusten. En daar ga ik het vandaag over hebben. Wat zijn mijn manieren om bij te komen, te rusten, maar ook dankbaar te zijn. En een van mijn favoriete manieren. Ik doe het gemiddeld 3 keer per dag. Soms lukt het niet, maar meestal heb ik 3 keer per dag deze tool. En deze tool begint als volgt. Even kijken of ik hem kan laten horen aan je. Want dit is wat ik doe. Meer dan graag. Luister goed. Goedemorgen. We beginnen deze dag met dankbaarheid. Je kunt ontspannen gaan zitten. Maar je mag ook gaan liggen. Of misschien luister je liever tijdens een heerlijke ochtendwandeling. Begin deze dag vanuit rust, met een positieve intentie. Richt nu eerst je aandacht op je ademhaling. Adem rustig in. En weer uit. Adem rustig in. En adem langzaam uit. Volg de beweging van je ademhaling. Adem nog een keer rustig in. En weer uit. Adem nog een paar keer langzaam, rustig in en uit. Een van mijn favoriete manieren om bij te komen, om rust te pakken. Meditatie. En als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik heel druk ben en druk doe. Dus bij mij werkt gewoon gaan zitten en nadenken werkt gewoon bij mij niet. Bij mij werkt begeleide meditatie. En yes, ik ben gek op Meditation Moments app van Michael Pilarczyk. En ik ben toevallig ook een van de JV-partners daarvan. Dus mocht je denken, hey, ik wil hem uitproberen. Ik heb ook een 30 dagen gratis uitprobeer link voor je. Dan moet je even hieronder laten weten, want we hebben hier prachtig mooie links voor je, mocht je dat willen. Maar again, ik hou van Michael, want Michael heeft een hele fijne stem. De app zit vol borden vol met prachtige meditaties. Ik heb een stuk of 20, 30 favoriete meditaties. En weet je wat het doet? Als je 's ochtends begint al met rust, dan heb je de juiste intentie wat je erbij kan zetten. En hij heeft verschillende meditaties van hoe je 's ochtends moet gaan beginnen, 's middags, 's avonds, als je druk bent, als je niet druk bent. En iedere ochtend is bijna een meditatiemoment, iedere middag bijna een meditatiemoment en iedere avond val ik in ieder geval met Michael Pilarczyk naar bed. En het is echt een van de beste manieren om bij te komen, om even je mind te resetten, om dankbaarheid te tonen. Zeker dit nummer komt van Meditation Moment, het nummer heet ook Dankbaarheid. Met zang van een prachtig mooie stem heeft zij. De zangeres is fantastisch. En het is echt fantastisch. Heel fijn en heel mooi. En dus als je de dag begint met een begeleide meditatie. En als je net zo druk bent als ik. Ik ben niet iemand, nog niet iemand die als gewoon ga zitten dat ik mezelf in meditatieve staat hou. Oké, nou fine with it. Ik heb gewoon veel te druk in mijn hoofd. Maar deze app, Meditation Moment, een meditatie kennen. Het is, als je zijn stem niet bevalt, er zijn duizenden meditatie-apps zoals Headspace. Je hebt in Storytel heb je heel veel meditatie. Ik ben fan van Roy Martina, hij heeft prachtige mooie meditatie. Nummers Ferret Neta, een van mijn mentoren, heeft prachtige meditatiedingen. Maar weet je, kies een stem wat jou rustig maakt. En in dit geval bij mij past op dit moment al heel lang, by the way, Michael met zijn Meditation Moment app. Daar maak je gebruik van. Iedere ochtend, iedere middag, iedere avond. Oké, dus vind een manier om te gaan slowdownen.
Alright, Sandra zegt ja, ik ben topfan. Ja, me too. Helene, goedemorgen, goed dat je er bent. Ja, zon zet het 15 momenten, zo eindig ik ook graag de avond. Fantastisch, laat me weten wie Wendy reageert, want ik zie geen naam, sorry. En Jolanda zegt, ik wil dit graag 30 dagen uitproberen. Ik zal je straks de link sturen, Jolanda. Dat is echt een hele fijne manier om A, dankbaarheid te uiten, dus je dag beginnen met dankbaarheid. En B, pardon, omdat je het begint vanuit een rustige positie. Oké? Ik ben meestal hier heel vroeg op kantoor. Dan voordat ik dit ga doen, dan heb ik altijd een moment van... Oké, wat voor liedje wil ik nu horen? Dan zet ik meestal een van de meditation app moments. Hij heeft ook van die by... dat noemen ze BB something. Dat is een heel ingewikkeld ding. Dat is vooral als je wil focussen. Dat gaat met de golfbewegingen, dat noemt hij. Even kijken, hoe heet die liedjes? Dat is een bepaalde techniek. Zie je wel, ik heb me niet voorbereid. Dat merk je meteen. Dat noemt hij... Hoe heette die dingen, Ray? Weet je dat nog? Binaural beats. Binaural beats heette die, yes. Binaural beats betekent die gaan in een lage alfagolfje zitten... en die maken dat je gewoon lekker kan focussen. Ray hier gebruikt het ook. Als hij ook moet gaan focussen, heeft hij koptelefoon op. Dan weet ik al, dan checken we bij elkaar. Hey, ik ben bezig en heel vaak hier... We hebben hier een bankgeplaatsingskoord. En als ik heel erg druk heb gehad, net als gisteren... dan ga ik gewoon hier op bank liggen en dan ga ik meditation moments opzetten. Alright? Dat is een hele goede manier om dat te doen. Ja, dat is Gabrielle die via Facebook inschakelt. Geweldig. En klopt het dan dat er niemand via LinkedIn is? Dus LinkedIn doet het waarschijnlijk niet. Oh, enige is Helene. Helene, wil je nog een bericht zetten? Even kijken of LinkedIn loopt. Jolanda zegt, ik vind Michael's stem ook prettig. En Iris zegt, ja, hoe heet... Binarial, ja, Iris heeft het hier opgeschreven, ik kan hem nog steeds niet uitspreken. Anyways, dus zorg ervoor dat je een moment gaat vinden 's ochtends. En ja, Gabrielle zegt, LinkedIn werkte net niet. Alright, dankjewel, thanks, zeg. Ik ben op LinkedIn, zegt Helene, dus LinkedIn is het weer aan het doen. No problem, maar waar het om gaat, een van mijn favoriete manieren is 's ochtends dus gaan beginnen met een rustige meditatie. Maakt niet uit. Ben je in de auto? Kom je net op je kantoor? Deze apps zijn er voor je. Maak er gebruik van. Again, niet iedereen is gek op Michael. Niet iedereen is gek op Roy Martina. Niet iedereen is gek op Ferret. Of niet iedereen is gek op Deepak Chopra. Ik bedoel, sommige mensen. Niet alle meditatie past bij jou. Dus kies je moment. Kies je nummers. Again, dit was een van mijn favorieten. Die van Chantal liedjes, of tenminste prachtige mooie meditatie van Mike. Dat heet Dankbaarheid. Dan moet je op minuut 20 klikken, want dan krijg je ook de zang erbij. Die is echt prachtig. Ron zegt, jawel hoor, LinkedIn doet het. Iris zegt, LinkedIn zie ik jou niet. En goedemorgen Virginia, wat fantastisch dat je er bent. We hebben dus over de kracht van dankbaarheid. En dan gaan we naar de volgende level. Is dus leven voor leven. Hoe kan je ervoor zorgen dat je heel hard gewerkt, het einde van de week, je hebt keihard gewerkt. Hoe kun je dan doen? Beter dan beginnen met dankbaarheid. Daarna beginnen met liefde. Alright? Ga kijken of je met liefde kunt beginnen. En ik zal je zo meteen iets over liefde zeggen. Maar voordat het zover is, ik wil je ook nog één liedje laten horen. Wat ik ontzettend mooi vind. En is meteen ook mijn volgende advies voor je. Als je de dag begint, we hebben het over dankbaarheid gehad. Ga dan volgende level. Ga je doelen visualiseren. Oké? Denk iedere dag na. Again, dit is een van de opdrachten van Mastermind. Dus schrijf iedere dag je doelen op, heb ik gezegd. Schrijf iedere dag je doelen op. Betekent wat? Schrijf je doelen op en ga ze voor je halen. Ga kijken wat er gebeurt als je je doelen voor je gaat halen. Dagelijkse visualisatie werkt ontzettend goed in het bereiken van je doelen. Ik bedoel, ik heb hier niet zomaar naast mijn bureau, heb ik hier mijn doelenbord hangen. Want ik kan iedere dag naar kijken. Ik word iedere dag mee geconfronteerd. Zelfs als ik wil gaan liggen om te mediteren, zijn mijn doelen daar gewoon onderweg. Dus ik word continu niet alleen geconfronteerd, maar ik kijk iedere dag vaker naar mijn doelenbord. Wauw. Oké, wauw. Ik weeg met gemak 80 kilo. Wow. Ik verdien met gemak 1 miljoen euro winst. Wow. Ik geniet samen met Chantal, Sophie en Charlotte van een heerlijke Bonaire. Ik verdien met gemak 250.000 euro passief inkomen. Ik geniet van mijn kung fu. Ik geef één keer per maand de gratis training aan kansarme jongeren, kansarme ondernemers, you know. Het is zo, zo ontzettend belangrijk dat je je doelen voor je gaat visualiseren. En om je te helpen, om mezelf te helpen, kijk je niet uitschrijven, daar heeft, even kijken of ik dit de juiste nummer is, volgens mij wel, heeft Michael ook daar een prachtig mooi nummer van. Even kijken of ik het kan doen. Iedere keer dat ik dit nummer hoor,
deze akkoorden, dan zie ik mijn doelen. Dan zie ik meteen waar ik naartoe wil gaan. Want dit nummer gaat over leef je mooiste leven. Dus laat me hieronder weten, hoe ziet je mooiste leven eruit? Dit is een moment van overdenking. Een moment van zelfbewustzijn. Neem even de tijd voor jezelf. Om na te denken hoe jouw mooiste leven eruit zou kunnen zien. Sluit je even af voor de buitenwereld. En maak contact met jezelf. Ik nodig je uit om mee te gaan. Op reis naar jouw mooiste leven. Sluit je ogen. Voel de rust in jezelf. Voel het vertrouwen in jezelf. Hoe ziet jouw mooiste leven eruit? Stel je eens voor dat alles mogelijk is. Hoe zou jouw mooiste leven er dan uitzien? Waarom leef je het leven zoals je dat nu leeft? Denk daar eens over na. En denk eens aan de mensen om je heen. Wie zijn die mensen om je heen? En denk eens aan jezelf. Wie ben je echt? Ja, laat me eronder weten. Ik zie hier al... Virginia zegt, ja, Michael, mijn mooiste leven is elke dag in vrijheid op mogen staan te genieten van alles wat er is. Fantastisch, Maaike zegt, mijn mooiste leven, heerlijk op een boerderij in Drenthe samen met mijn lief en nooit hoeven na te denken of iets wel kan, gezondheid, veel op pad met mooie nieuwe camper. Ah, oh, fantastisch, dag lieve papa. Goedemorgen lieve Chantal en Remy-chan, zegt mijn vader, dag lieve schat. Goed dat je er bent. Dus ga nadenken. Laat me hieronder weten in de chat. Hoe ziet jouw mooiste leven eruit? Voor diegenen die hebben meegedaan aan jouw beste jaar ooit challenge bijvoorbeeld. Wat doe je met je doelenbord? Bekijk je die? Ben je dagelijks daarmee bezig? Of is inmiddels je doelenbord ergens, I don't know, achter in de schuur, na schuur, plaatsen zich naar grof vuil is het uit je leven? Mijn advies zal zijn dit weekend... Pak je doelen erbij. Of je doelenbord hebt gemaakt of niet. Hey, up to you. Ik heb er alles aan gedaan om in januari daarmee te helpen. Maar als je het nog niet hebt gedaan, ga er dagelijks mee aan de slag. Schrijf je doelen op. Bekijk ze. Ga visualiseren. Hoe ziet jouw mooiste leven eruit? Alright? Met wie ben je? Wat doe je? Op welke manier ben je ermee bezig? Okay? Want dan kun je geïnspireerd raken. Want dan pas weet je waarvoor je het allemaal doet. Want ieder van ons is kapot, is moe, is uitgeput of wat dan ook. Dat hoef je helemaal niet. Dat is niet eens een uitzondering. We werken hard als ondernemer. We zijn keihard met onszelf bezig. Zeker als je afgelopen maand mee hebt gedaan aan de challenge. Het was een hele heftige challenge. Vandaar mijn dag van dankbaarheid nu. Ik ben jullie allemaal zo dankbaar dat jullie met z'n allen hebben meegemaakt. De Q&A van gisteren heeft heel veel losgemaakt bij jullie, maar ook bij mij. Ik krijg nog steeds berichten van jullie in mijn DM en in mijn mailbox. You know, it's great. Het is echt zo gaaf om het mee te maken. Maar dan, hetgene wat je geleerd hebt, wil je ook tijd geven, een rust geven om het ook te gaan integreren. En ik bevel je aan, aankomend weekend ga integreren. Ik heb je al in ieder geval 2 tools of 3 tools laten zien. Tool nummer 1 was dankbaarheid te tonen. Tool nummer 2 is mediteren. Okay? Tool nummer 3 is visualiseren, schrijf je doelen op. Tool nummer 4 is denk in liefde.
Maaike zegt, ja, als ik wakker word, staat hij voor mijn neus. Voor mijn neus. Oké, als ik wakker word, staat hij voor mijn neus. En lees ik hem en sta erbij stil. Great. Fantastisch. We gaan in de Jouw Beste Jaar Ooit Mastermind groep gaan we iets heel bijzonders doen met je doelen. Just give me a moment. Gevoel van dankbaarheid geeft mij het fijnste gevoel. Ben ik tevreden met mezelf? En anderen zegt Ron, absolutely. En Sander zegt, mijn mooiste leven is gelukkig zijn. Gezond zijn met mijn kindjes erbij en een mooie villa met zwembad. En genieten van elke dag een 10.000 euro per maand verdienen, zodat ik een onbezonnen leven kan leiden, met kinderen alles kan geven. Ja, Ron zegt, was al genoemd. No problem, Ron. Vertel me, hoe ziet jouw mooiste leven eruit, Ron? Vertel mij, hoe ziet jouw mooiste eruit, Helene? Vertel mij, hoe ziet jouw mooiste leven eruit, Iris, Yolanda? Hoe ziet jullie mooiste leven eruit? You know? En Gabrielle, let me know. Right. Ik doe er alles aan met de challenges, met de Q&A's, met de training om je te helpen om van je grootheid te gaan omarmen. Maar it's up to you hoe je dat gaat doen, oké? Okay? Maaike zegt, ik uit elke avond minimaal 5 dingen waar ik dankbaar voor ben. Fantastisch. Fantastisch, goed gedaan, Maaike. En nu gaan we naar de volgende tool die ik gebruik, oké? Okay? Volgende tool klinkt echt heel erg praktisch. Ik ben juist heel erg in slowing down. Volgende wat ik je wil laten weten is hetgene wat ik heel graag doe. Ik lees graag gedichten, laat ik zo zeggen. Ik vind het heel mooi om gedichten te lezen, bijvoorbeeld van Rumi. Rumi is een van mijn favoriete dichters. Ik vind Rumi een van de mooiste, zo niet de allerbeste filosofen ooit. En ik vind het heel fijn om zijn gedichten te lezen, om het voor te dragen, om het tot me door te laten dringen, oké? Ron zegt, eigenlijk heb ik al het mooiste leven als ik vertraag. Interesting. Je gaat in vertraging. Prachtig. Dus hoe vaak vertraag je dan, Ron? En Mike zegt, dat heeft The Secret me geleerd. Yeah, absolutely. Nu komt de volgende level. En wellicht is het iets voor jou, is het niks voor jou. No problem. Ik heb je vandaag beloofd om mijn tools te leren. Hoe ik slow down, hoe ik van geniet, hoe ik dingen afsluit. Gisteren was met Q&A, wat het fantastisch. Rumi maakt mij Rumi raakt mij ook altijd. Ja, mij ook. En Ron zegt, kan jij het origineel lezen? Ik heb het origineel nog nooit gelezen. Ik heb het origineel, zeg maar. Er is geen origineel. Er zijn zoveel vertalingen. Maar ja, ik kan Rumi lezen, want hij heeft in Persisch geschreven. De meeste van zijn boeken. Daar ligt hij, hoor. Dat klopt, hoor. Ja, zeker. Kijken. Ja, kijk, hier hebben we, dankjewel Ray. Hier heb je bijvoorbeeld het boek van Liefdesgedichten van Rumi. Prachtig mooi beschreven. Ik heb al een website wat ik zo meteen ga voorlezen. Maar dit bijvoorbeeld is een prachtige mooie manier om dat te doen. Iris zegt, mijn mooiste leven, een herbronningshuis met mijn partner met een huis aan zee. Wat fantastisch, you know? Ik krijg nu, ja, dit is mooi. Dus wat ik je wil uitnodigen, ga kijken of dit iets voor jou is. Dit doe ik graag. Dit doe ik meestal op de zondagen, op de podcast, want dit is mijn legacy voor Charlotte en Sophie. Dan heb ik altijd mijn spirituele dag, zeg maar, een spirituele uitzending. Maar ik denk dat het tijd wordt dat ik het ook een keertje hier live bij je doe. Dit is zeg maar, hoe zal ik zeggen, dit is als ik nog meer in slow down ga, als ik nog meer met mezelf wil verbinden, dan is dit wat ik doe. En nou ja, weet je, ik ga het met je delen. Ga rustig achterover zitten. En geniet, zou ik zeggen. De herberg. Mens zijn is een soort herberg. Elke ochtend weer een nieuw bezoek. Een vreugde. Een depressie. Een benauwdheid. Een flits van inzicht komt als een onverwelkome gast. Verwelkom ze. Ontvang ze allemaal gastvrij. Zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt. Die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat. Behandel toch elke gast met eerbied. Want misschien komt hij de boel ontruimen. Om plaats te maken voor extase.
De donkere gedachten, schaamte, het venijn. Ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns. En vraag ze om erbij te komen zitten. Wees blij met iedereen die langskomt. Met iedereen die langskomt. Want de hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd. Om jou als raadgever te dienen. Want de hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd. Om jou als raadgever te dienen. We are born of love. Love is our mother. Our religions, all this singing, one song. The differences are just illusion and vanity. The sun's light looks a little different on this wall than it does on that wall. And a lot of different on this other one. But still one light. So let shadows disappear in the sunlight of your radiant face. Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Well, today I'm wise, so I'm changing myself. Be a lamp, or a lifeboat, or a ladder. Help someone's soul heal. And walk out of your house like a shepherd. A life without love is of no account. Don't ask yourself what kind of love you should seek, spiritual or material. Divine or mundane, Eastern or Western, doesn't matter. Divisions only lead to more divisions. Please remember, love has no labels, no definitions. It is what it is, pure and simple. Love is water of life, and a lover is soul of fire. The universe turns differently when fire loves water. And only from the heart can you touch the sky, my dear. No religion. My religion is love. My heart is my temple. It knows the way. It knows that way. Run in that direction. I love myself. I love you. If I love you, I love myself. Ook dit is wat ik je aanbevel om eventueel dagelijks te doen. Laat je ziel vervullen met mooie gedichten. Again, Rumi is one of my favorites. Je kan zeggen, het is omdat ik uit Iran kom. Het is omdat ik vaak van gehoord heb. Nou, ik zal je één ding vertellen. In Iran heb ik het minste over Rumi gehoord. Want Rumi is daar, zeg maar, verboden, omdat het... heel vaak over wijn heeft. En geneugde der geneugde, zeg maar.
In Nederland heb ik veel meer over roomie te weten gekomen. Maar ga kijken wat past bij jou. Als het niet roomie is, is het E.E. Cummings hartstikke goed. Als het Nietzsche is voor jou, als Freud is voor jou, doesn't matter. Vervul jezelf met gedichten. Vervul jezelf met kunst. Vervul jezelf. Laat het je ziel raken. Jij weet inmiddels wat je ziel raakt. Zorg dat je dit weekend iets gaat doen wat je ziel gaat raken. Zorg dat je dit weekend iets gaat doen waar je bij van gaat komen. Gaat slow downen. Er zijn geen opdrachten voor dit weekend. Het is goed zo. Je hebt keihard je best gedaan. You know? Maaike zegt, ja, die komt zo binnen. Laat me weten welk gedeelte, Maaike. En Jolande zegt, ja, een mooi leven is als we over enkele weken op de camping zijn in onze eigen caravan in de weekenden. Mooi. Om een rust te hebben en ons op te laden voor de week die erop volgt. Tot in de herfst. Prachtig. Prachtig. Gabrielle zegt, ja, heel mooi om stil van te worden. En ik krijg hartjes van Helene, dankjewel. You know, we kunnen allemaal het verschil maken. Maar hoe kunnen wij het verschil maken als we niet zelf bijkomen? Als we niet zelf voor onszelf gaan zorgen? Als we niet terug in de liefde gaan? Als we niet het kopje gaan vullen? Weet je, als je kopje heel erg leeg is, hoe kan je dan andere kopjes gaan vervullen, you know? Sander zegt, mooi. Maaike zegt, ja, vooral het eerste stuk in Nederlands. Ja, weet je, dat vind ik een van de mooiste. Dat is de herberg. Ik bedoel, als je de herberg leest, mensen is als een soort herberg. Elke ochtend weer een nieuw bezoek. Ik bedoel, vreugde, depressie en benauwdheid. Een flits van inzicht komt als onverwelkome gast. Hé, wat doe je met je emoties te gaan komen? Wat doe je met je vermoeidheid? Wat doe je met je verdriet? Wat doe je met je angsten? You know, dat is wat Rumi zegt. Want dan komt er een menig verdriet en angst en boosheid die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat. Ja, dus als we bang zijn. Als we angst toelaten. En toch zegt hij, ik vind het zo mooi, behandel toch iedere gast met eerbied. Want misschien komt hij de boel ontruimen. Misschien is je angst, je boosheid, je verdriet, je vermoeidheid. Misschien is dat wel een teken van iets. Misschien valt er iets te ontruimen. Om plaats te maken voor extase. Again, same thing. Als je kopje leeg is. Wat doe je dan als je kopje vol is? Wat doe je dan? You know? Ontmoet ze dus. Al die dingen. De donkere gedachten, schaamte en het venijn. Ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns. Wat betekent dat? Betekent verwelkom al je emoties. Iedere emotie mag er gewoon zijn. Alles mag er zijn. Je mag nu stilstaan. Dit weekend ga stilstaan. Ga slow down doen. Oké, ga kijken. Wat heb je afgelopen maand gedaan? We hebben keihard gewerkt met z'n allen. You know? It's okay om te slow downen. It's okay als je de tijd neemt. Het is okay als je hart gaat openen. En yes, ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns en vraag ze om erbij te komen zitten. Wees blij met iedereen die langskomt. De hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd. Wat betekent dat? De hemel is dus de wijsheid. De hemel is dus de echte wijsheid. En die gaat jou helpen daarmee. Alright? Want dat is belangrijk. Heerlijk kan je. Ik sta nu even stil, zegt Iris. Heel graag gedaan. Maaike zegt, ja, de herberg, zo herken maar dat alles er mag zijn. Absoluut. Hartjes van mijn lieve Chantal, dankjewel. You know? Dus ga, het is oké. Weet je? Het is echt super oké. En als afsluiting, again, als je mee wilt doen met de masterclass van 10 maart, ga de promo's niet. Check aramikonline.com. Als je Boost Your LinkedIn programma wil hebben, check dailybusinessboost.nl. Dat ga ik allemaal niet zeggen. Maar ga vooral naar het volgende luisteren. Hij is bij mij weggevallen, dus ga hem nu opnieuw halen. Dit is de grote Deepak Chopra. Hij komt van de cd Gift of Love. Komt hij aan. Dus een van de mooiste cd's die ooit voorgedragen is aan, uit de naam van Rumi. Dat heeft Deepak Chopra met onder andere, even kijken, Madonna heeft erin gesproken. Demi Moore, Adam Packer, Martin Sheen volgens mij. Ik ben zo van het voorlezen. Jared Harris, Goldie Hawn. Het zijn allemaal vrienden van Deepak Chopra die dat hebben gedaan. Zo'n prachtig mooi cd. Het heeft Gift of Love, volume 1. Dat vind ik het mooiste. Zonder nacht geen dag, zegt Ron. Absoluut. Virginia zegt, niks doen is nooit zonde van je tijd. James Nurbury, absoluut. You know, it's all about intention. En weet je, ik ga kijken welk nummer het ook... ik ga heel even kijken. Want er zijn een aantal nummers. Ik wil je één nummer laten horen. Het gaat over... Ja, het gaat over liefde. Het gaat over de liefde. En als het over de liefde gaat, is er geen grotere macht dan liefde. Even kijken, dat is... Even kijken. Volgens mij is dit het nummer. Even kijken of ik het juiste nummer heb.
You come to a... Even kijken. Ja, dit is het. Dus hiermee gaan we ook deze uitzending afsluiten. Oké? Maar voordat ik daar... Misschien, wacht even, daar ga ik mee afsluiten. Maar ik ga nu wel eerst de kaart van de dag doen. Dus misschien handig, dan gaan we afsluiten zometeen met Roemie. Dus ga er rustig achterover zitten. Even adem in, adem uit. Pak een kopje thee, een kopje koffie. Want tijd. The blessing of the day. The blessing of the day. Pretty great. Stop comparing yourself to others. Run your own race. Ik bedoel, als het nou één kaart is die vandaag past, is het stop met vergelijken met anderen. Zorg dat je je eigen wedstrijd gaat draaien. En dat is prachtig. Wat een mooie kaart. Dit is echt prachtig. En mocht je deze prachtig mooie 62 kaart van Chantal willen. Het is een prachtig mooi product. Ze heeft ze van haar ochtendpost gemaakt. Set van 62 mooiste kaarten ooit. En daar is ook een challenge mee begonnen bij 21dayinspirationboost.nl. Als jij gratis challenge wilt meedoen. Maar als je deze prachtig mooie kaarten wil, allemaal echt beautiful, beautiful, beautiful tekeningen, kleurrijke, mooie quotes. En ja, het is echt prachtig. Ga naar mixmediafan.nl. En yes, voor haar challenge ga je naar www.21dayinspirationboost.nl. Zorg dat je erbij bent. En je krijgt iedere dag krijg je een prachtig mooie inspiratiekaart. En Ruud zegt, ja, mooi Chantal. Ja, absoluut, absoluut. Check it out. Je kan altijd gratis meedoen met haar challenge. Zo niet, kan je de kaarten bij mixmediafan.nl bestellen. Even kijken, Jolanda zegt, ik beluister graag deze The Rose Bette Midler. Ja, The Rose, absolutely, with lyrics, absolutely. Kiss from the Rose is dat volgens mij. Dat is het liedje van, hoe heet hij? The Rose. Ja, wie heeft dat gezongen ooit, hè? Jongens, als ik het wist. Seal, volgens mij. Ja, Kiss from the Rose is van Seal. Anyways, Chantal zegt, ja, dankjewel Ruud. Absoluut, super, super, super. Wat ik al zei, kleine promo, mocht je mee willen doen. Met de Celebrate and Special Boost, je LinkedIn Challenge online programma. Check Daily Business Boost. Alleen deze week tot en met zondag is het €97. Mocht je aan de gratis masterclass van volgende week donderdag meedoen, check aramiekonline.com. Want daar geef ik de masterclass 7 sleutels om je zichtbaarheid een boost te geven op LinkedIn. En we gaan nu heel relaxed achterover zitten. Seal en Bette Midler. Oh, het is ook een Bette Midler song, of course. Seal heeft het ook toen gecoverd. Prachtig mooi. En weet je, ik begon met dankbaarheid vandaag en ik wil eindigen met liefde. Het liedje heet I'm Yours. Het liedje komt van CD Gift of Love van Deepak Chopra en Friends. Maaike zegt, oh, dat is een hele andere bedoeld. Ook mooi. Oh, dat is een andere. Kiss from the Rose. The Rose. Dag de Rose. Ja, ik heb jullie in de war gebracht. Je hebt het liedje The Rose. Dat is van Bette Midler. En je hebt Kiss from the Rose van Seal. Ik heb mij vergist. Ik heb iets verkeerd gedaan met jullie, guys. Virginia zegt, dag jullie allemaal. Ik moet even versnellen. Anders kom ik niet op tijd waar ik moet zijn. Go, 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 go. Ga versnellen. En Chantal zegt voor de maart deal voor een inspiratiekaart in mixmediafan.nl. Bedankt voor het noemen. Heel graag gedaan. En voor de challenge ga je naar www.21inspirationboostday. Go, 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 go. En we gaan nu langzaam vertragen met het liedje. Het heet I'm Yours van CD Deepak Chopra and Friends, Gift of Love, Robert John Burke. Let's see. Vervul je dag met heel veel liefde, dankbaarheid. En dankjewel iedereen die hier is. Ruud, Chantal, Virginia, Maaike, Jolanda, Ron, Iris, even kijken, Sandra, Helene, Gabrielle, iedereen die online was vandaag, maar ook afgelopen 21 dagen, maar ook de Q&A van gisteren. Het was een waar genoeg. Ik wil je allemaal danken, danken, danken. Vandaag is een ode allemaal aan jullie, alle hardwerkende deelnemers, kaart geknald hebben. Gisteren nog 2,5 uur met elkaar een Q&A-sessie gedaan. Dat was fantastisch. Het was mijn waar genoegen. Ik wens jullie alvast een heel mooi weekend en graag tot maandag. Oh ja, voordat ik naar de liefde ga, ja, we hebben het gehad over liefdesgedichten, we hebben het gehad over aandacht, dankbaarheid. Aanstaande maandag ben ik hier met een prachtig mooie vrouw. Die gaat hebben over een charity die ze heeft opgezet op hier in Nederland. Claudia van Zuiden komt hier naar de studio. Die gaat het vertellen over de charity en charity doelen die ze nu heeft. Want vanaf volgens mij zondag is ze aan het fondsen werven. Dus maandag is hier Claudia te gast. We gaan het hebben over liefde, follow your heart. Maar hoe je praktisch liefde kunt geven in deze tijden van wellicht angst, van wellicht frustratie, wellicht van wat we allemaal voor beelden we nu binnenkrijgen.
Dus maandag is hier Claudia. Het wordt een heel mooi interview. Dat wordt echt een fantastisch mooie uitzending. Dus laten we afsluiten met heel veel liefde. Laten we afsluiten met dit prachtig mooie liedje. Het heet I'm Yours from Gift of Love. Because the idol is your face, I have become an idolater. Because the wine is from your cup, I have become a drunkard. In the existence of your love, I have become non-existent. This non-existence, linked to you, is better than all existence. Is it your face that adorns this garden? Is it your fragrance that intoxicates this garden? Is it your spirit that has made this brook a river of wine? Hundreds have looked for you and died searching in this garden where you hide behind the scenes. But this pain is not for those who come as lovers. You are easy to find here. You are in the breeze and in this river of wine. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig? Wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl. Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur. En tot de volgende keer. Ja, dames en heren, dat was het dan weer. Dankjewel. Dankjewel voor alle liefde. Geef dit weekend heel veel liefde. Knuffel iedereen, knuffel je geliefde. Stuur mensen berichten die je tijdje niet gehoord hebt. Dankjewel, dit was een waar genoegen. Thanks a lot. En tot maandag met Claudia. Het wordt een hele bijzondere uitzending. Dus see you Monday allemaal. Talk to you later. Doeg allemaal. Mwah. Adios, amigos.